Mohamed El Osrouti was een beetje ziekjes van de week en dus bleef hij op de bank zitten aan het begin van de wedstrijd. Philippe den Hartog maakt zijn basisdebuut nadat hij bij SHO uit vorig jaar januari zwaar geblesseerd raakte. Viel al twee keertjes in, maar nu dus voor het eerst weer in de basis. En dit de elf namen van Sportlus 46 van trainer Wim van het Westeinde. Nam het stokje over in januari, nadat de Sportlust de eerste trainer van het seizoen ontslagen had. Die is kansgelijk voor Quick Boys, maar Robert Stemers krijgt de bal niet goed tegen zijn voet aan. Uit werd er gewonnen en thuis krijgt Quick Boys ook gelijk veel kansen. Hier gaat Milan Hoek goed door en is het Jordi Thijssen met de 1-0 na een kwartiertje spelen. Het was nog niet fantastisch. Sportlust kwam er niet uit, Quick Boys probeerde het wel, maar creëerde weinig kansen. Deze gaat er dan in. Ja, dan moet je die 1-0 wel even goed neerzetten. Sportlust kwam er af en toe uit met een goede voorzet. Maar dan denkt Koerdal, ik kom er met mijn hoofd niet bij, dus sla ik de bal wel de goal in. Ja, er is er maar één in de wereld die dat mag. Dat is Maradona. Althans, die zie ik het ook niet zo snel meer doen, hè. Saad Deelsing. En Thijssen. Die denkt, weet je wat, ik schiet hem met 583 km per uur in de kruising. Maar hij schiet hem net eventjes over. Pover, zo mogen we de eerste helft wel noemen. En hier den Hartog, lichtpuntje aan de kant van de blauw-witte. En Stemers nog een keertje proberen. Claimt een corner, maar scheidsrechter van de ketterij wil daar niet aan. Delano A. Cohen met de vrije trap. De ruiter komt en mist. En dan is het wel raak bij Stemers. Drie keer is scheepsrecht. Ja, dan gaat daaruit het toch de fout in, want die komt en dan moet je hem als keeper hebben. Volgend jaar gaat hij naar Rijnsburgse Boys. Een povere eerste helft dus, maar een comfortabele ruststand. 2-0. Dan de bezoekers. Dat is veel ruimte. En de Zwart met een goede redding. Ja. Begeef je, ik dacht dat het Robin de Meijer was, toch wel heel veel ruimte. Daar komt Sportlust weer en de 2-1 is het door Mitch van der Vlist. Opoku lijkt er toch nog bij te kunnen, maar dat is niet het geval. En van der Vlist met de 2-1, dan wordt het weer spannend. Corner van Swing. Thijssen met de kopbal, die wordt gekeerd. Van der Plas, ja! Van de ketterij keurt hem goed. Het is moeilijk te zien of hij erin zat vanaf hier. De assistent scheidsrechter stond bij de cornervlag, kon het dus goed zien. Zou je zeggen, we keuren hem goed. Dit is Hens toch, van Kramer? Nee, van de ketterij zegt doorspelen. En dus is hier de aanval. En ja, daar komt de Zwart te laat. De overtreding op Stef Hoogveld. En van de ketterij, die toont de rode kaart aan Martijn. Die moet er dus vanaf. Dan lijkt het toch nog weer spannend te kunnen worden. Hij is boos. De vrije trap blijft onderkant lat. En dan een corner. Rode kaart dus. En hier ook Poku. Oh, wat doe je, Harry? Oh. Dit wordt 3-2. Martijn Jansen, 3 minuten te gaan. En je voelt dat er iets gebeurt wat je niet wilt. En daar is hij al. Het is 3-3 in blessuretijd. Martijn Jansen scoort hem. Ja, bij Sportlust zijn ze blij natuurlijk. De hekkensluiter pakt een puntje tegen de koploper. En Quick Boys moet over 2 weken de rug rechten tegen Rijnvogels.